Ja, bij FC in de bent is het hier uh, niets fraaien. Er gebeurt van alles. Ja, er is heel veel gebeurd uh, op mijn week. Ik denk, uh, ja, wedstrijd in de laatste seconde weggegeven, wedstrijd in de laatste tien uh, minuten weggegeven, trainer ontslagen, nieuwe trainer aangesteld. Dus, uh, goed, uh, de afgelopen tien dagen waren wel, uh, waren wel hectisch. Ja, hoe staat de aanvoerder hier nu? Nou goed, ik zeg, ja, het is een heel, heel aparte wereld. Ik denk, uh, ja, nu staan we hier met, met één gelijkspel. Uh, voor hetzelfde hadden we hier gestaan, denk ik, met één, één gelijkspel en twee overwinningen. Uh, en dan sta je hier met een heel ander gevoel. Uh, kijk, het uh, sparta verliezen in de laatste seconde kan je gelijk spelen. VVSB moet je gewoon ja, 2-0 voor staan na de 80 minuten moet je gewoon op de streep trekken. Ja. En de afgelopen wedstrijd hebben we ook de kans gehad om te winnen. Dus uh, ik bedoel, ja, we staan hier nu met een vrij vervelend gevoel, want er is best veel gebeurd in negatieve zin dan. En uh, ja, voor hetzelfde geld hadden we hier uh, met een heel goed gevoel gestaan. En dan uh, ja, zag de, de wereld er heel anders uit. Ja, een trainerswissel dat gebeurt vaker als de resultaten tegenvallen. René van Eck is gegaan, William Vloet is uh, gekomen. Wat vind je van die, van die move? Ja goed, ik heb daar niet, niet zo'n zo heel grote mening over. Kijk, ik, heb, uh, ik heb het met, uh, met René uh, gesproken ongeveer tien dagen of veertien dagen geleden en uh, goed, mede door dat gesprek ben hierin hier Dan weet je niet wat er precies voor staat in die groep en uh, met de resultaten zeg maar uh, hoe, het, hoe het seizoen gelopen is. Uh, nou goed, nu, is er, nu is er een andere trainer en uh, goed, uh, we zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan. Alleen ik heb er geen mening over, omdat ik hier uh, te kort bij de club zat voordat, uh, voordat de trainer wegging. Nee. Heb je een mening over de nieuwe trainer? Wil je vloed? Nou ik weet dat hij uh, heel lang actief is geweest in het betaalde voetbal. Uh, voor de rest ken ik hem niet persoonlijk. Uh, heb ik heb hem wel natuurlijk op, op tv uh, voorbij zien komen in bepaalde interviews en zo. Alleen om uh, daar een mening van af te laten hangen is natuurlijk ook uh, een beetje apart, dus dat ga ik niet doen. Uh. Nee, maar, uh... Het kan nooit verkeerd zijn he? dat de aanvoerder en de trainer een beetje een aardige band met elkaar hebben. Nee, natuurlijk, maar goed, het is natuurlijk de eerste dag vandaag pas en uh, nog, uh, ik weet niet of ik uh, uh, aanvoerder ben. Uh, ik heb natuurlijk de band overgenomen omdat die andere twee jongens op de bank hebben gezeten, dus uh, ik weet niet in hoeverre dat, uh, dat, dat zo is. Alleen, uh, ja, goed, ik denk, uh, denk, wel dat we nog een heel, uh, heel mooi seizoen wel kunnen maken met z'n allen. en uh, uh, goed, hopelijk uh, te beginnen met morgen. Ja, morgen sport, een derby, vaak hele aantrekkelijke, interessante wedstrijden. Wat gaat het voor een wedstrijd worden? Ja, Wat gaat voor de wedstrijd worden? Ik hoop uh, dat het in ieder geval een wedstrijd uh, wordt waarin wij op het einde met, uh, met drie punten staan. Uh, liefst met mooie voetbal, uh, liefst met uh, goed voetbal ook. Uh, maar ik denk dat we gewoon morgen als collectief uh, voor die drie punten moeten gaan. En als we die drie punten binnen hebben, dat we dan weer uh, kunnen bouwen aan een mooie toekomst. En uh, ja, dat we het gewoon uh, als, als ploeg moeten laten zien. Ja, dan zal iedereen zeggen dat is het uh, William Vloet effect ja, goed, dat is ook de voetballerij. Hè. Als, er, als er een trainer ontslagen wordt en er komt een ander en we winnen de wedstrijd erop, en, uh, dan spreken ze van een effect. En, uh, en goed, uh, het is aan ons gewoon om te laten zien dat we goed kunnen voetballen. Want we hebben gewoon een goede selectie staan uh, die, die beter kan als we hebben laten zien. Uh, die iets volwassener moet zijn en dan komt, uh, komt het helemaal goed. Ja, wat apart is waar jullie staan: een paar plaatsen zakken en het is troosteloos. Een paar punten en een paar plaatsen stijgen. En je doet weer volop mee voor de play-offs. Leeft dat besef ook heel nadrukkelijk binnen de groep? Ja, goed. Het is, uh, die wedstrijden zoals de afgelopen week, waarin je gelijk speelt en zo. Uh, waarin je een aantal keer alleen voor de keeper komt. Er dus, okay, zijn wel wedstrijden die je op dit moment moet gaan winnen. Uh, om, om het gat naar boven toe te dichten. En, uh, en goed, ik zeg, als er iets meer volwassenheid in de, in de groep komt, dat, er, dat dat ook mogelijk moet zijn. Alleen ja, je moet, moet wel de punten gaan pakken die je uh, die, 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 die toekomen. Zeg maar. dat hebben we de laatste wedstrijden uh, nagelaten. En dus Bloed zweet het tranen morgen in Helmond. Sowieso en de drie punten.